In een verrassende zet heeft Guido den Aantrekker, grote concurrent van Evert Santegoeds, recentelijk een biografie uitgebracht over de Nederlandse zanger André Hazes junior. Echter, de timing lijkt allesbehalve gunstig, aangezien Hazes junior zich momenteel op een dieptepunt in zijn carrière bevindt. De Ahoy concertkaartverkoop verloopt moeizaam en zijn populariteit lijkt snel te tanen. Santegoeds, hoofdredacteur van Privé en niet vies van rivaliteit met den Aantrekker, heeft duidelijk plezier in het zien van het tegenvallende succes van de biografie. Hij heeft zijn hilariteit niet onder stoelen of banken gestoken tijdens een aflevering van zijn podcast, Strikt Privé. Het boek is nergens te bekennen en dat heeft niets te maken met uitverkochte exemplaren, maar eerder met het feit dat alles wat André op dit moment onderneemt, geen groot succes lijkt te zijn. Volgens Santegoeds heeft den Aantrekker een weinig slimme zet gedaan met deze publicatie. Een biografie over Hazes leven had niet op een slechter moment kunnen komen, gezien zijn huidige carrière-dieptepunt, wat blijkt uit de tegenvallende kaartverkoop van het Ahoy-concert. Ook Rachel Hazes, de moeder van André, heeft plannen gehad voor een onthullend boek, maar tot op heden is dit nog niet verschenen. Santegoeds vermoedt dat Rachel mogelijk wacht tot er positiever nieuws te melden is over de familie Hazes voordat ze haar boek lanceert. Het lijkt me dat Rachel nog even geduld zal hebben tot er weer wat positiviteit rondom de Hazes-dynastie heerst voordat ze haar boek uitbrengt. Echter, ik betwijfel of het Nederlandse publiek nog enthousiast zal reageren op haar onthullingen. Wat betreft de status van den Aantrekkers biografie, lijkt het onderwerp in de vergetelheid te raken. Het boek heeft al 3 jaar vertraging opgelopen en ik hoor er vrijwel niemand meer over. Rachel heeft eerder aangegeven dat ik er niet te veel van moet verwachten, en eerlijk gezegd doe ik dat ook niet. Santegoeds ziet de huidige lage verkoopcijfers van de André Hazes junior biografie als een duidelijk signaal voor Rachel om nog even te wachten met haar eigen boekplannen. Op dit moment lijkt het niet het juiste moment om de Hazes bibliotheek verder uit te breiden. Wat Rachel momenteel aan het doen is, blijft voor Santegoeds gissen. Misschien geniet ze van de zon. Deze ontwikkelingen brengen een scherpe wending in de voortdurende rivaliteit tussen Santegoeds en den Aantrekker en lijken de positie van Santegoeds als kenner van het Nederlandse entertainmentlandschap te versterken.